Het was wachten, wachten en nog eens wachten voor filmmaker Luc Enting. Maar daarmee kreeg hij wel de mooiste plaatjes. 3 jaar lang heeft de regisseur uit Ede gewerkt aan zijn natuurfilm over de Veluwe, Wild. En vanaf vanavond is hij eindelijk te zien in de bioscoop. Zet hem maar aan, Dennis. We zijn er klaar voor. Er hangt een rare spanning op de Veluwe. Hoe jong je ook bent, je voelt gewoon dat er meer in de lucht hangt dan alleen maar mist. Al die grote herten om je heen gaan zich ineens heel vreemd gedragen. Wat was dat voor gebrul in de verte? Nou, Luc, dan zit dit toch wel iets lekkerder dan, denk ik, dan als je daar in de natuur moet zitten om te filmen. Dit is een heel luxe stoel vergeleken maar met de stoeltjes die ik in die hutjes heb. Want hoe hard was het werken? Ja, ongelooflijk hard werken. Ik heb echt 2,5 jaar lang ongeveer, denk, nou ja, soms 7 dagen in de week. Maar er zijn duizenden uren. Maar ja. Echt voor de perfecte plaatjes heb je echt alles over gehad. Ja, dat klopt. Maar vooral omdat er ook een verhaal verteld moest worden. We werkten met karakters en dan mag je niks missen. Dus je moet er altijd zijn. En daarom ging er ook zoveel tijd in zitten. Ja, zwemmen. Terwijl de biggen elkaar nerveus staan te verdringen, gaat moeder zwijn persoonlijk te wapen. Om het voor te doen. Het is een beetje, ik noem het een soort hybride vorm tussen speelfilm en documentaire. Maar het neigt heel erg naar speelfilm. Omdat we echt een verhaal vertellen van 3 opgroeiende jonge dieren. Hè, edelhert, wild zwijn, vos. Met natuurlijk heel veel dieren er nog omheen van de Veluwe. Er komen nog prachtige dingen voorbij, zoals de ijsvogel en buizerd. Maar bewust voor 3 hoofdpersonen eigenlijk gekozen. Klopt. Ja, en ze maken wat mee, hè? Ze maken heel wat mee. Moervos moet elke dag op jacht. Maar jagen in de sneeuw valt niet mee als je zwanger bent. Trouwens, ook als je niet zwanger bent. Maar zet je drama dan extra aan? Of gebeurt het ook echt zo? Het gebeurt ook echt zo. Dit zijn gewoon dingen die gewoon in de natuur gebeuren. En daar werk ik natuurlijk nu in zo'n film muziek ook heel erg mee. En soms de voice-over ook nog natuurlijk. Maar vooral muziek is natuurlijk ook speciaal hiervoor gemaakt. De samenwerking met het Gelders Orkest uitgevoerd. Kan niet missen. Het is daarmee ook echt een Gelderse film, hè? Het is echt een Gelderse film geworden. Gelukkig komt daar de aanstaande vader aan. En waarom verdient de Veluwe nou een film? Omdat dit nog een van de mooiste, grootst aaneengesloten natuurgebieden is van Noordwest-Europa. En heel veel mensen dat gewoon niet doorhebben, dat dit zo uniek is. En zeker ook met wat er allemaal leeft. Maar goed, tegelijkertijd moeten we er ook natuurlijk met z'n allen heel erg zuinig op zijn. En dat hoop ik met deze film te bereiken. Van dit hebben we nog. En laten we hier ook in de toekomst voor zorgen dat dit zo blijft. De Veluwe die staat er nu op. Ja, prachtig. Maar blij. Komt er nog een nieuwe film? Nou, er komt best wel een keer een nieuwe film. Maar ik weet op dit moment echt niet wat voor een film ik nog zou willen maken. Er zijn wel ideeën. Maar je belooft niets? Ik kan niks beloven. Ander dier? Misschien ook wel een ander dier. Ja, raaf die houdt me nog wel een beetje bezig. En, de das? De das, niet te vergeten. Jij mag hem leiden waar ik heen moet, hè? We gaan hier even om de slagboom, het rustgebied in. Normaal gesproken mag je hier niet in. Dat is echt voor pure rust voor de dieren. Maar vandaag gaan wij... Als we heel rustig blijven... heb je kans dat je wat ziet. Ja. Lennart, toen ik dus straks de film zag met Luc, dacht ik wel meteen, ik wil de natuur in. Snap je dat? Ja, heel erg. Maar ben je niet bang dat iedereen dat wil? Ja, misschien ergens stiekem wel een beetje. De Veluwe is natuurlijk gewoon op zich al populair en die film die maakt dat alleen nog maar groter. Maar aan de andere kant denk ik dat we vooral mensen weer enthousiast krijgen voor hoe bijzonder en uniek die Veluwe eigenlijk is. Ik hoop dat de mensen zelf ook weten hoe de regels zijn hier en daar met respect omgaan. En dan gaat het goed. En dan onder meer met jou de natuur mee ingaan. Ik ben er om daar een beetje op toe te zien. Hier ruik je een vos. Ik ruik het niet. Kijk, vos. Het bewijs. Dat is de poep van de vos. Ja. Maar is dit een verse? Het is vrij vers, ja. En die doet het op ons paardje. Dit is een plek waar mensen bij een excursie gaan zitten. Dit is de Wild Arena in Moloogjes. Een mooi houten gebouw eigenlijk midden in de natuur. Met zoveel mogelijk natuurlijke uitstraling.
En hier gaan wij nu in. Maar met hoe grote groepen ga je dat maken? 20 mensen. Ik zie niet veel. Nee, maar dat had ik al een beetje verwacht, want we zijn nog midden op de dag. En het is wild. En juist de film van Luc en Ding laat zien dat wat je eigenlijk normaal gesproken niet makkelijk ziet, dat heeft natuurlijk een reden. Op de midden van de dag op de Veluwe zijn de dieren, trekken zich terug. En op een gegeven moment, zeg maar richting de zonsondergang, richting de namiddagavond, gaan ze wat doen. En dat zijn de momenten dat je ze makkelijker kan gaan zien. Kijk, daar loopt nog een biggetje. Kijk, daar gaat hij. Oh ja. Daar komt hij aan. Nou, hebben we toch geluk, zeg. Ja. Maar ik denk dat moeders in de buurt is. Kijk, daar komen ze. Die zijn aan het scharrelen, zie je dat? Nou, we gaan er weer uit, Esther. Ja, wij hebben de zwijnen wel gezien. Maar dat wil eigenlijk iedereen, denk ik, hè? Ja, we hebben echt mazzel gehad. Maar wanneer kun je nou het beste dan met jou de natuur ingaan? Nou, de film draait in februari en als je dan de film gezien hebt, dan wordt het voorjaar. En dan zou ik eigenlijk gewoon meteen op excursie gaan, op pad, op zoek naar die wilde dieren. Naar zo'n wildarena? Bijvoorbeeld, want ja, het gras gaat weer groeien, het wordt warmer. De kalfjes en de biggetjes komen, want die worden geboren. En ja, dan wordt de kans ook groter dat je ze gaat zien. Dus ja, met z'n allen in het voorjaar de natuur in, toch? Ja, absoluut. En anders, gewoon vanaf vanavond draait de film Wild in de bioscoop. Volgende week dan ben ik er weer en dan ga ik op pad met Joris Linssen en Karamba. En voor dit weekend zou ik zeggen, ga lekker de natuur in. Toch, Lennart? Absoluut. Wij doen het in ieder geval nog wel, hè?